loopt een dikke aap. Daar loopt een dikke aap. Nee, het is geen kleintje. Nee, het is geen kleintje. Het is een beste knaap. Het is een beste knaap. Hij is chagrijnig. Hij is chagrijnig. Dat is niet oké. Hoe zeg maar dan? Dat is niet oké. Daarom dus een dansje. En daarom dus een dansje. En iedereen doet mee. En iedereen. Jongens, allemaal de handen in de lucht. Ralf doet mee, dan komt die. Schrijf van tak naar tak. Armen naar de grond. Spring dan hoog en laag. Stap maar in het rond. Kijk hoe sterk je bent. Je heupen heen en weer. En dat doen we nog eens een keer. Hij gaat goed. Schrijf van tak naar tak. Armen naar de grond. Spring dan hoog en laag. Stap maar in het rond, kijk hoe sterk je bent. Je heupen heen en weer, zo nu hoeft het even niet meer. John, het park gaat bijna open, de notaris komt eraan. Ergens in de jungle, ergens in de jungle. Ligt een oude leeuw, ligt een oude leeuw. Zomaar luid te wezen, zomaar luid te wezen. Af en toe een geel, af en toe een geel. Hey. Zo kan hij niet jagen, zo kan hij niet. Dat is niet oké. En dat is niet oké. En daarom dus een dansje. Daarom dus een dansje. En iedereen doet mee. Allemaal de handen de lucht in. Daar komt ie. Je zijn op tv. Zwaai van tak naar tak. Armen naar de grond. Spring dan hoog en laag. Stap maar in het rond. Kijk hoe sterk je bent. Je heupen heen en weer. En dat doen we nog eens. En nu echt de laatste keer. Hey, hey. Zwaai van tak. Spring dan hoog en laag, stap maar in het rond, kijk hoe sterk je bent. Je heupen heen en weer, nou bedankt voor het dansen tot de volgende keer. Applaus voor jezelf! Ralf, zou de notaris klaar zijn, denk je? Ik heb geen idee. Ik hoop het wel. Notaris, nog 1 minuut. Jongens, nog 1 minuut en dan weten we of wij het record verbroken hebben. Oh, John, nog 1 minuut. Jeffrey. Wat gaan we in de tussentijd doen, John? Zeg het eens. Zeg het eens. Nou. Ja, leuk. Dames en heren, jongens, maatjes, nog 1 minuut en dan hebben we de uitslag. Over 1 minuut gaan de poorten van Waardenburg World weer openen. Voor een fantastisch seizoen 2010. We hebben echt fantastische dingen, Ralf. We beginnen met een fantasy festival in mei. We hebben een New Year's Eve in juli en augustus. En natuurlijk in oktober Halloween! Jongens, jongens, hier is de notaris. Hou hem voor je, want ze zien het allemaal. Kom hier, notaris. Ongelooflijk. De vraag is, zouden wij, John, het officiële record hebben verbroken? Komen wij in dat hele dikke boek, het Guinness Book of Records, hebben wij met Ralf samen, met al die fantastische mensen, het record verbroken? Oh, ik kan niet meer wachten. Notaris, aan u de microfoon. En alsjeblieft, vertel ons of wij het record hebben verbroken. Het verlossende woord. Ik ben erg goed geholpen door alle 20 of 21 zijn het inmiddels supervisors. En we hebben net heel snel in 3 minuten de telling verricht. En het record is verbroken. Ja! Jongens, applaus voor jezelf. Staan we in het Guinness Book of Records. Meneer de notaris, oh Walibi, gefeliciteerd. We staan erin. John, dames en heren, we hebben het officiële record verbroken. Het is tijd dat Walibi World open gaat. We gaan met z'n allen aftellen, mensen. Daar komt ie. 10, 9, 8, daar komt ie. 7, ja, 6, oké, 5, daar komt ie, John. 4, ik heb er zo zin in. Het seizoen is geopend. Ik heb er zin in. Bye bye allemaal. Ralf, Ralf, zullen we daar maar gaan? Ik heb er zo zin in. Goliath. Kunt u in de Goliath? Ja, 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 zeker. Zeg zeker. Oh, kom, we gaan naar de Goliath. We gaan de Goliath in. Veel plezier allemaal. Als je nou denkt, Ralf gaat de Goliath in, wees niet bang. Ralf komt ook helemaal terug hier. We gaan namelijk een handtekeningen en een fotosessie doen hier met Ralf. Want ik heb een heel klein makkelijk vraagje. Wie wil er met Ralf op de foto?
Ja, dat dacht ik al. Dus Ralf had even het podium af, had eventjes erbij komen, want hij heeft het record verbroken. Ja, ja. Met deze mensen, joh. 985 mensen die hebben gezongen en gedanst. Ongelooflijk. En Ralf komt zo meteen terug. Ja. En dan gaat hij foto's en handtekeningen. Maar het is echt heel belangrijk, dames en heren. Als wij dat gaan doen, dan willen we echt een beetje rust en respect van jullie. Ralf die neemt hier zo lang plaats dat jullie netjes zijn. Zometeen gaan we net de rij maken. Net de rij maken. Mogen jullie één voor één op het podium. Eén voor één op het podium. Een handtekening van Ralf en een foto. Een handtekening van Ralf. En daarna weer netjes eraf. Maar en daarna netjes eraf. Nogmaals, alsjeblieft, niet gaan duwen. Niet gaan duwen. Niet gaan trekken. Niet gaan trekken. En niet te hard Ralf vastpakken. Niet te hard Ralf vastpakken. Nee. John, alle attracties van Walibi zijn geopend. De shows gaan vanmiddag beginnen. Vanmiddag om 3:00 in het Magic Theater. Scott en Muriel. Eerste show vandaag. Wat is dat, Scott en Muriel? Ja, even de foto willen. Blijf even hier staan. Ralf is zo meteen terug om met jullie op de foto te gaan. Zometeen gaan even van jullie het podium op. Een foto, handtekening en dan weer af. Ja, of kom eens hier op en gaan ze daar eraf. Dat mag ook. Oh, maar even, ik volg mij vind het helemaal niet leuk om met Ralf op de foto te gaan. Wie wil er met Ralf op de foto? Oh, meisje had geen stem meer over straks. Wie kan het hardste gillen van jullie? Toch prettig om dat te weten, dat we dat even weten. Sorry. Hé, hey, Jeffy, ik moet nog een liedje opmaken. Hij stond aan, maar hij is weer uit, denk ik. Zet nog even de muziek opzetten, John. Dit wordt een lange hete zomer. Speciaal voor jou en mij. Ja, seizoen 2010 is officieel geopend. Nogmaals, we hebben het record verbroken. 985 mensen. En Ralf komt zometeen terug. Hier voor jullie, voor handtekeningen en foto's. Ralf is even bezig om wat interviews te geven aan bijvoorbeeld Hart van Nederland, RTL Boulevard. En Shownieuws, Jeugdjournaal, alles is er. Alles is er. En Ralf komt zometeen terug. Nederland in beweging. Scott, wat ga je doen? Ik ga de tafel klaarzetten. Ralf gaat straks hier zitten. En dan kan iedereen met Ralf op de foto. John, dat is Scott van RTL 4 van Dolfijn in de Hoofdrol. Oh! Het is Scott! Het is Scott! Oké, okay, ook weer op de foto. Het is toch heel leuk dat hij hier rondloopt, zeg. Die werkt volgens mij voor al die parken, of niet? Of ja, het is een beetje... Maar ik ga niks zeggen, Paul. We gaan zomaar zijn planken doen hier. Bonita, tu eres mi vida. Bonita, oh. DJ Jeffrey in the house. De hand in de lucht in. Fenna, zwaai even anders. Die vrouw met die oranje jas en die blauwe mouwen. Kijk, handig, daar mogen jullie zo meteen naar binnen toe, één voor één. Dan komen jullie hier voor het podium langs, mogen jullie het trapje op. Dan mag je hier op het podium gaan staan. Dan ben ik even Ralf. Hoi. Oh, hier Ralf, ik ben op de foto. Ja, natuurlijk mag op de foto. Hier heb je maak de foto en dan moet je gelijk weg en dan ga je hier de eraf. Ja, want nou, hoe langer jij hier bezig bent, dat is niet leuk voor de mensen die achter je staan. Dus hou je fotostel gereed, doe je batterij zelf erin. Die hier komt en denkt van, oh wacht, ja, mijn SD-kaartje is vol. Even eentje wissen. Oh wacht, de flits zit er nog voor. Even wachten. Oh, hij kan niet tegen de zon. Momentje. Dat is allemaal vervelend, hè. Dus die fotostel helemaal gereed houden. Hierheen komen, een foto maken. Maar even doen, nog één keer voor. Ben ik nog één keer Ralf? Ja, ik ben Ralf. Ja, hallo, ik ben Ralf. De fan. Hallo, hallo. Ik ben Wouter de fan. Hoi, Ralf. Hoi. Mag ik een handtekening? Ja, die mag. Hier, handtekening. Oh, leuk. Ik ga zelf de foto met je. Hup, foto. En wegwezen, en wegwezen. Op die manier moeten we het gaan doen, mensen. Dat als we het zo gaan doen. Hè? Hoe snel was dat? Dat is 22 seconden. Oh. Nou, het wereldrecord op de foto gaan met Ralf. Wie zo snel mogelijk met Ralf op de foto staat. En ik weet het al lang. Alsjeblieft, Ralf is ook maar een mens. Niet te hard, niet te veel. Ja, dus je moet rustig aan doen. Dus. En dan doen ze batterijen en zetten ze neer en die gaat sproeven. Nee. En dus hoe het niet moet is op deze manier. Let op als hysterische fan. Doe dit alsjeblieft niet. Ik ben Ralf. Ja, Ralf, ik wil met je op de foto, Ralf. Leuk, jongen. Lachen. Ja, lachen, man. Lachen, man. Sproeven. Dat moet je niet doen. Dat vind je Ralf ook niet leuk. Vindt hij niet fijn. Dus we moeten gewoon rustig aan doen. Dan komt alles goed. Ik zie een bloedneus voor me. Komt ook bloed uit je oor. Hoort dat? Echt? Nee. Nou, Ralf.